vergt altijd nog wel wat om te zeggen, nou ja, zo halverwege de middag dan laat ik de boel de boel. En dan ben ik blij dat er zo'n kleine 200 ondernemers hier zijn. Je ziet dat er een hele sterke band is tussen de verschillende ondernemers in Veenendaal. En dat is ook de kracht van Veenendaal. Als je elkaar ontmoet aan de hand van een inspirerend thema, dan brengt het je ook verder. Dan helpt het je nadenken over wat betekent dat voor mij? Wat betekent mijn huidige business? Of moet ik juist mijn business gaan veranderen? En daar helpen dit soort bijeenkomsten bij. Die notie duurzaamheid die zweeft al heel lang rond. We zijn nu al in een fase gekomen waarin we dat gaan concretiseren. Dat we overschakelen van een zogenaamde lineair georganiseerde economie naar een circulair georganiseerde economie. En dat zijn concrete invullingen van dat hele brede en weinig grijpbare begrip duurzaamheid die nu aan de orde zijn. Dat is de uitdaging. Hoe geven we vorm aan een circulaire economie? Hoe zorgen we dat die verspilling tegengegaan wordt? En vooral, hoe maken we daar business van? Een van de grote kansen van die circulaire economie is dat je die het beste kunt organiseren op lokale en regionale schaal. Beginnen bij zichzelf. Nadenken over wat voor bedrijf heb ik, wat doet hij en hoe kan het fenomeen circulaire economie als filosofie, hoe kan ik dat toepassen op mijn bedrijfsvoering? En mijn aanbeveling aan die ondernemers die in de zaal vanmiddag was, jongens en meisjes, let goed op wat daar aan het gebeuren is. Want er liggen allerlei kansen. Hè? Dus niet de bedreigingen, die zijn er ook. Als je te laat bent en je zit even te slapen, dan loop je risico. Maar er zijn fantastische nieuwe kansen en pak die. Wat zou het mooi zijn als ondernemend Veenendaal in combinatie met de gemeente Veenendaal een ander duurzaam component zou kunnen nemen. Dat is namelijk mensen in afstand tot de arbeidsmarkt. Om dan met elkaar afspraken over te maken om die ook weer in het arbeidsproces te nemen, want dat duurzame zit ook een beetje in omzien naar elkaar en dat is de sociale component. Als dat daaraan mag worden toegevoegd, dan staat hier voor jullie een gelukkige burgemeester van Veenendaal.